Als we allemaal meer geduld opbrengen en we ons niet gedupeerd gaan voelen, dan kan het COVID-19-virus beter bestreden worden. Aan het woord is districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest. Volgens de burgermoeder voelen de mensen in haar bestuursresort zich ook gedupeerd door de geldende lockdown. Toch houdt het grootste deel van de bewoners van het bestuursresort zich wel aan de geldende COVID-19-maatregelen. Je hebt altijd die mensen die niet willen luisteren. Een deel is wel willing om te luisteren. Een deel geeft wel gehoor. Maar dat andere deel, kijk, dit hebben we overal in Suriname. Overal, zelfs in Nederland, in die buitenlanden. Dat je mensen hebt die zich gedupeerd voelen door de lockdown situaties. Maar wat ik zeg, kijk, als we een lockdown, total lockdowns hebben voor een paar weekenden en het virus kan bestreden worden, dan vind ik het wel goed dat we even geduld hebben en dat we ons niet gedupeerd gaan voelen dat, dat men lockdowns inschakelt, want het is voor ons eigen best. De burgermoeder roept de gemeenschap op zich te laten vaccineren tegen het gevaarlijke virus. Ze gelooft dat hiermee een stap gemaakt kan worden om terug te keren naar het normale. Geruchten doen de ronde alsof mensen neervallen, mensen vallen flauw na gevaccineerd te zijn geweest. Maar wat ik de gemeenschap wil voorhouden is dat, dat men zich moet laten vaccineren, want zo, alleen op zo'n manier kan je de verspreiding, verdere verspreiding van dit virus, dit agressief virus tegenhouden, tegengaan. Dus men moet zich laten vaccineren. Tot zover districtscommissaris Olivia Domini. Bij de update van de website gisteren zijn er 117 nieuwe COVID-19 gevallen erbij gekomen. Dat is 35,1% van het aantal personen dat getest is.